Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Suzan uit Ier Jamin in Israël met mijn dagelijkse nieuwspodcast. Zo dadelijk heb ik in de podcast de heer Avshan Elian. En met hem ga ik natuurlijk praten over de situatie in Gaza en Iran. De rol van Iran, laat ik het zo zeggen. Ik hoop dat het een heel interessant gesprek gaat worden. Laten we eerst beginnen, zoals gebruikelijk, met het weer, want het is vandaag uitzonderlijk warm. Het is gewoon 26 graden, je houdt het niet voor mogelijk, maar het is een strak blauwe lucht, een zwak briesje, het lijkt al zomer, het is echt fantastisch. Maar dat is alleen vandaag, want de komende dagen gaan de temperaturen weer naar beneden en krijgen we ook af en toe wat regen, zoals het hoort. Maar dit is heel gebruikelijk. Het heeft niets met klimaatverandering te maken. Heel normaal in november, december, dat je, ja, ik noem het de winter, dat je dan af en toe een lekkere warme dag erbij hebt. En daar genieten we van. Ja, en dan de situatie in Israël. Gisteravond is er een hele grote demonstratie geweest voor vrijlating van de gijzelaars. Er waren tienduizenden mensen en het uitzonderlijke was dat daar ook gesproken werd, live, maar ook op video, door mensen die, vrouwen die net vrij zijn gelaten en die een oproep deden aan de regering om toch alles in het werk te stellen om de laatste gijzelaars vrij te krijgen. Want de angst is dat er steeds meer gijzelaars niet meer in leven zijn. Opvallend was dat afgelopen dagen er in totaal 6 gijzelaars door de IDF dood zijn verklaard. Terwijl hun stoffelijke overschotten nog in Gaza zijn. Onder andere een hoge officier, een kolonel, Asaf Hami, die blijkt op 7 oktober gesneuveld te zijn en zijn lichaam werd ontvoerd naar Gaza. En dat is pas gisteren bekendgemaakt. Je kan dat allemaal lezen natuurlijk in israelnieuws.nl. Er zijn ook 5 burgers doodverklaard en hun stoffelijke overschotten zijn ook nog in Gaza. Heel raar eigenlijk. En ik verwacht dat er vanmiddag weer aankondigingen komen van gijzelaars die gesneuveld zijn. Het is, het valt wel op, laat ik het zo zeggen. In ieder geval, de gevechten zijn de afgelopen nacht doorgegaan. Er zijn een aantal wapendepots vernietigd. Er zijn terroristen gedood. Die films kan je allemaal zien op social media, daar heb ik ze geplaatst. Er zijn ook 2 soldaten overleden. Eentje was al gewond geraakt in november, 14 november. Maar die is nu overleden. En een ander is gisteren overleden. Ja, dat is het trieste met het voortgaan van de oorlog. Jonge mensen, hun levens zijn vernietigd, zij zijn overleden. En ja, dat valt altijd zwaar, laat ik het zo zeggen. Dan was het opvallend dat gisteren zowel premier Netanyahu als minister van Defensie Yoav Gallant, in tegenstelling tot de afgelopen weken, niet gezamenlijk een persconferentie hielden. Opvallende was dat ongeveer op hetzelfde tijdstip, zo rond 8 uur, 8:15, hielden premier Netanyahu en minister van Defensie Gallant ieder afzonderlijk een persconferentie. Dat viel wel op, dat viel iedereen op eigenlijk, want het betekent dat er behoorlijk wat oneenigheid binnen de regering is. Dat kon je al de laatste weken zien tijdens die gezamenlijke persconferenties. Waar dan ook minister Gans bij aanwezig was. En na afloop schudden Gallant en Gans elkaar de hand en liepen Netanyahu voorbij. Het zit niet helemaal kosher, laat ik het zo noemen. Hoe dat verder gaat, of dat nog duidelijker gaat worden, ik weet het niet. In ieder geval, Gallant zei, we gaan verder waar we gebleven zijn en we gaan in alle hevigheid door met deze oorlog. Netanyahu die had het dan ook
eigenlijk hetzelfde, dat alles op alles zal worden gezet totdat alle doelen zijn bereikt. Gisteren heeft Netanyahu het Mossad-team wat aan het onderhandelen was in Qatar teruggeroepen. Want, zei hij, we zijn een doodlopende weg ingeslagen. Er komen geen resultaten en dan heeft het geen zin om verder te blijven praten met Hamas in Qatar. Dus dat team is terug. Dat betekent dat er geen onderhandelingen meer gaande zijn. Ja, hoe dat verder moet, ik zou het niet weten. Wat ik wel weet, is dat we nu gaan praten met Afshan Elian. Dus een ogenblikje geduld, alsjeblieft. Nou, het is weer gelukt, dames en heren. De techniek staat toch voor niks. Ik heb aan de andere kant van de lijn de heer Afshan Elian. Goedemiddag. Goedemiddag, hallo. Ik wou het met u hebben over de situatie met betrekking, de rol van Iran, met betrekking tot de oorlog met Gaza, met Hamas, en de rol van Hezbollah in dit hele spel. Want dat... Ja, de rol van Iran is niet uit te vlakken, geloof ik. Nee. Kijk, het hele regime van Ayatollahs, zoals in 1979 door imam Khomeini is opgericht, is gebaseerd, kern van de ideologie, de bevrijding van Jeruzalem. Of vernietiging van Israël, wat officieel wordt ook altijd gezegd. Ja. Hè, de vernietiging van Israël. En dat is geen geheim. Dat is ook niet in de geheimzinnige document dat door een inlichtingendienst is gemaakt. Nee, dit is gewoon officieel beleid. En revolutionaire garde, islamitische revolutionaire garde, dat is belast eigenlijk met die taak. Al sinds de oprichting van die garde. En die heeft een internationale arm, overigens voor uw luisteraar, Iran heeft ook gewone leger, dus met landmacht, zeemacht, weet je wel, luchtmacht enzovoort. Ja. En Iran heeft ook gewone politie ook. En daarnaast is een parallele militaire organisatie, dat heet Islamitische Revolutionaire Garde, die ook nog voor zichzelf landmacht, luchtmacht, zeemacht en, allerbelangrijkste, onder de Quds-divisie heeft. Dit is, er zijn vier, zeg maar, onderdelen hebben ze landmacht, zeemacht, luchtmacht en Quds-divisie, oftewel Jeruzalem-divisie. Ja. En dit is internationale tak. Daaraan participeren Afghanen, Pakistanis, Jemenieten, maar misschien Saoediërs, heel veel Irakezen, Syriërs, maar ook Afrikanen uit Nigeria en andere landen. Dit is grootste multinationaal, militaire multinationaal. Ja, dat kan je wel zeggen. Sinds de opheffing of vernietiging van Nazi-Duitsland is geen enkele land op aarde geweest die zo'n parallele organisatie had met al die onderdelen. Dat is heel belangrijk om dat te begrijpen. Ja. Nou, als je teruggaat naar waarvoor ze op aarde zijn, ze hebben één doel en dat is Israël moet weg. En dat is ook heel slim bedacht, want uiteindelijk gaat het om westerse cultuur te verwijderen uit het Midden-Oosten. En als je Israël verwijdert, dan komt zo'n jihadistische enthousiasme bovendrijven, dat eigenlijk Midden-Oosten kun je langzamerhand van westerse waarden, culturele, juridische, politieke waarden vrijwaren, vrijmaken. Ja. Nou, dat is gewoon officiële beleid, dus daarvoor hoef je helemaal niet naar geheime documenten te zoeken. Israël moet weg. Nu, dat is het beleid van Iran. Voor dat beleid hebben ze ook heel veel lokale terreurgroepen opgericht. Van Hezbollah tot weet ik veel, allerlei groepen. Fatemiyoun, Zainabiyoun, die in Syrië zijn. Hashad al-Shaabi, Kataib al-Hezbollah in Irak. En nog vele andere die namen nu niet herinneren. Ook de Houthis. In Jemen. Ook de Houthis? Jazeker. Ansar al-Hezbollah. Ja, ja. En die zijn heel erg markant antisemitisch. Ja. Want tenminste, Iran soms verbergt met het woord zionisme en zionisten. Maar deze mensen hebben op hun vlag, al-Mout al-Amerikiya, al-Mout al-Yehudiya,
Dus dood aan Amerika, dood aan Joden. Staat gewoon op een dood vlak. Aan iedereen. Dood aan iedereen. Eigenlijk. Dood aan iedereen, ja. Aan iedereen. Dat staat, het is gewoon cultus van dood die mooi op een vlag hebben ze geschreven. Nou ja, al deze groepen. Wij weten dat, ook openbaar, het was helemaal geen geheimzinnig iets. Was anderhalf jaar geleden, je ziet al anderhalf jaar geleden, enorm veel propaganda toespraken van die commandanten van de revolutionaire garde. Khamenei had 10 jaar geleden gezegd, Israël heeft niet langer dan 25 jaar te bestaan. Ja. En dat werd opgevat als een soort operationeel plan, eigenlijk. En je ziet het dat die commandanten van de revolutionaire garde zeiden constant dat Israël moet worden omsingeld. Ja. Omsingeld ja. Door, groepen. En verschillende keren, afgelopen zomer van 2022 was, hoorde ik van in een toespraak dat hij al omsingeld is. Dus voilà, heb je in het zuiden, dan heb je in het noorden natuurlijk Golanhoogte en daarachter al die terreurgroepen die zijn van Iran en Assad. Dan heb je Gazastrook, Hamas, Islamitische Jihad en een paar andere kleine clubjes. Maar benadrukte zij, anderhalf jaar geleden, dat ook in Westbank hebben wij geïnvesteerd. En dat is niet alleen Hamas en Islamitische Jihad, maar ook die Marxistische groepering van Habash, Volksvorm voor Bevrijding van Palestina. Dus dit is het geheel wat ze oprekenen om voor de aanval op Israël. En ze hebben ook heel erg geïnvesteerd in Hamas. Ja. Hamas hadden eventjes misverstanden met elkaar rond de strijd tegen IS. Want Hamas dacht met de opkomst van IS dat IS best de toekomst is. Dus ze moeten zich aansluiten bij IS. dus waren ze eventjes neutraal. En dat leidde tot verstoring van die relaties met Teheran. En dat leidde tot de verschrikkelijk uitmoorden van Palestijnen in Jarmouk, dicht bij een buitenwijk van Damascus, wat liefkozend wordt constant gezegd in de media. Vluchtelingenkampen, dit zijn geen vluchtelingenkampen, het zijn wijken waar mensen wonen. Ja, waar niet alleen Palestijnen, maar andere mensen ook wonen. Hele mooie wijk was Jarmouk. Die werd met de grond gelijkgemaakt. Wordt geschat, 5.000, 6.000 Palestijnen zijn omgekomen en duizenden zijn gewond geraakt of gevlucht. Maar Hamas heel snel had door, toen ook westerse landen hebben gekozen IS uit te roeien, dat dit niet de toekomst is. Dus ze hebben toenadering gezocht, sorry gezegd. En geld, weer krijgen ze geld. Maar Iran wil dat ze actie voeren. Dus niet alleen geld krijgen in Qatar zitten in een mooie kamers en leiden, politieke leiders, maar echt dat werkelijk acties voeren. Nou ja, die acties zijn gevoerd, maar Hamas verwachtte dat Hezbollah zou zich aansluiten. Dat zou ook een natuurlijke gebeurtenis geweest zijn. Maar Iran kreeg een heel streng boodschap van Joe Biden, president van Amerika. 3 grote vliegtuigschepen, 2 naar Mediterrane, 1 naar Persische Golf gestuurd. Vuurkracht die deze 3 bij elkaar hebben. Niet alleen Iran, maar hele Midden-Oosten kunnen ze naar stenen tijd plekken sturen. Ja. En dat weet iedereen. En Rusland kan niks doen. In ieder geval voor Iran niet. Als Iran gaat Israël aanvallen. Wat is het probleem? Het probleem is, dat weet Khamenei ook. Als Hezbollah gaat serieuze aanvallen doen op Israël. Wat ze tot nu toe niet gedaan hebben. Het was gewoon een paar raketten hebben ze afgeschoten. Maar serieuze, want ze hebben duizenden raketten. Tegelijk aan te afschieten. Dus het 5000 raketten. Dan is het onontkombaar voor Amerika, conform boodschap van Biden, dat de Hezbollah wordt van de kaart geveegd door vliegtuigen schepen worden gaan beginnen met bombarderen. Dus Amerika gewoon rustig doorgaan met wat ze in Gaza doen. Wij zullen Hezbollah aanpakken. Dat is het onontkombaar voor de aanpak van Hezbollah voor Teheran is onontkombaar dat hij zelf iets moet doen. Ja. Want Hezbollah is heel, het is gewoon opgericht door Khomeini, dus oprichter van de Islamische Republiek. Je kunt, en daar zitten ook heel veel revolutionaire garen die helemaal geen Libanezen zijn, die aan de top van Hezbollah. Dus als je dat aanvalt, val je eigenlijk het grondgebied van hen aan. Zuid-Libanon is grondgebied van Khamenei. Dan moet Khamenei iets doen met ballistische raketten richting Israël.
Maar het tweede gedeelte van de boodschap is, doe jij dat richting Israël, dan vallen we Iran aan. En die aanval is ook volgens alle geruchten die ik hoor van Iraniërs, maar ook in de media zien we vergelijkbare geruchten. De aanval van Amerika op Iran zou zich niet beperken tot nucleaire projecten, maar ook hele infrastructuur van revolutionaire garde, ballistische raketten. Ja, dan zou ontwikkeling van 20 jaar teruggaan in de tijd. Ja. Dan is het gewoon eigenlijk een belangafweging. Ja, de despoten maken ook een belangafweging. En hun belangafweging is heel simpel. Moet ik existentie van het regime op het moment dat de meerderheid van de bevolking ook hekel heeft aan mij? Job, moet je opletten. Ja. In het Westen waren meer pro-Hamas en pro-Palestina demonstratie in Londen, Parijs, Amsterdam, New York dan in Iran. Ja. Ze waren niet in staat een grote demonstratie te organiseren. Laat je niet misleiden met die Photoshop en zo. Wij weten het. Dissidenten uit Iran weten het exact. Wij bellen naar mensen in Iran. Wij weten alles daar wat er gebeurt op straat. De kleine demonstraties die waren aanhangen van het regime of van het regime. Maar echte grote massale demonstraties, weten lang, zoals wij in het Westen zagen. Hij was niet in staat in Iran te organiseren. Dat is eigenlijk zijn jagen voor Khamenei. Ja. Dan denkt hij bij zichzelf, oh wacht, als zij gaan mij zo vernietigen, mijn hele revolutionaire garde, infrastructuur, en als het voor ook gaat, ook demonstreren en protesteren, omdat hij ziet dat ik verzwakt ben, dan is het einde van het regime. Dus we hebben gekozen voor het behoud van het regime. Wel een waarschuwing, altijd. Je bent nu in het Midden-Oosten, je weet dat het Midden-Oosten ook irrationeel is. Wel een waarschuwing. Ja. Dit is een rationele afweging. Het kan zo zijn dat hij op een ochtend wakker wordt en gaat hij een irrationele afweging maken. Dan vallen ze iedereen aan die ze willen aanvallen. Want bij een irrationele afweging, ja, ga je natuurlijk grootste oliebedrijf op aarde van Saudi-Arabië aanvallen. Kijk, nu is het koude winter hebben wij hier. Dat is natuurlijk dodelijk voor ons, voor China, voor iedereen. Als Aramco en andere bedrijven niet meer kunnen olie of gas exporteren, denk aan Qatar ook. Dus daar heeft hij middelen in het Westen enorm onder druk zetten. Maar dat is heel irrationeel, want die middelen gaan niet werken. Als je zoiets doet, dan is het bijna onontkombaar. Zelfs Chinezen zouden minister, maar als je dan iets aan doet. Maar is dat de reden om u in de reden te vallen? Is dat de reden dat Amerika nu een van die vliegdekschepen 100 kilometer voor de kust van Iran heeft liggen? Ja, dat was de reden. Ja, ja. Van twee kanten. Hè? Je hebt één is de Mediterrane, dat is echt voor, niet alleen voor Hezbollah, vandaar kunnen ze ook cruise-raketten afvoeren op Iran. Ja. Maar goed, Hezbollah ook. Maar je ziet ook zo'n gigantische drijvende schat in zo'n vliegtuig. Ja, precies. Dit is nu niet ver, 100 kilometer ver van de kusten van Iran. Zeker. En die blijven totdat de operatie van Israël in Gaza-strook voorbij is. Ze blijven zeker daar. Dat is ook gezegd door de White House. Ze gaan niet morgen of overmorgen weg. En ze stabiliseren in feite. Dus die angst dat ook in Europa was, dat het een grotere regionale oorlog wordt. Ja, hoe je bent of keert, moet je compliment geven aan de administratie van president Biden. Die hebben het gestabiliseerd op dit moment. Er gaat op dit moment geen regionale oorlog gevoerd worden. Dus niet door Iran, niet door anderen. Die raketten van de Houthis, dat is alleen maar een speldenprik eigenlijk. Dit is alleen maar een speldprik. Overigens, dat was test voor Khamenei. Gaat Amerika, want ook zonder de vliegtuigschip hadden ze al andere schepen daar in Persische Golf. Ja. En toen waren andere schepen daar. Gaat Amerika dat tegenhouden of niet? Dat hebben ze meteen gedaan, Amerikanen. Dat is ook belangrijk. Hè? Je moet niet zeggen, ik ben hier te stabiliseren. Je moet daadwerkelijk bereid zijn ook iets te doen militair, tegen te houden. En dat hebben ze gedaan. Ja, ja. 8-9 raketten op een dag werden ze afgevoerd. Allemaal werden ze neergehaald door Amerikaanse mariniers. Dus ze hebben helemaal niet kunnen Israël bereiken. Ze konden niet boven de zee verder komen. Ze zijn door Amerikanen tegengehouden. En voor de eerste keer in de geschiedenis van Israël, voor zover ik weet, ze hebben nooit Jemen gebombardeerd. Maar voor de eerste keer, twee dagen geleden, Jemen is door Israëlse luchtmacht gebombardeerd. Ja. Die opslagplaats. Een wapenopslagplaats. Ja. Ja, dat is natuurlijk allemaal geld van arme Iraniërs die daar naartoe gingen. Ja. En dat is gebombardeerd. Ik had het over Iraniërs. Dat is heel interessant. Dat is gedeelte van de strijd die jullie niet kunnen zien. Want dan moet je Persisch kunnen lezen. Ja.
Israël al 8-9 maanden is bezig. Alle account hebben ze gemaakt voor defensie van Israël. Voor Israëlse staat. Allemaal in het Persisch. En er wonen ook heel veel Iraanse Joden die weggejaagd zijn door de Ayatollahs in Israël. Ja, en zijn woordvoerder van leger, woordvoerder van regering. En die allemaal in het Persisch uitleggen. Bijvoorbeeld een van die woordvoerders, een militair, ging naar die raketten. En die kijkt in de camera en dan zegt hij: hey, mijn broeder en zuster in Iran, dit is jullie geld. Hier gaat het voor Hamas. Ja, ja. Weet je, pensionada demonstreren in Teheran op dit moment. En dan zegt hij, ja, dat is jullie geld. Gaat hier. En God mogen weten waar de rest van geld van jullie zit. In Syrië, in Jemen. Ja, dit zijn dodelijke manieren van communiceren. Omdat iemand is van Iran zelf gewoon een Persisch sprekende persoon is. En Iraniërs hebben allemaal een accent. Het is een groot land met verschillende etnische groepen, linguistische groepen. Dus iedereen heeft als je Persisch spreekt een klein beetje accent. Behalve mensen die echt officiële Persisch in Teheran spreken. Nou ja, dus dan maakt het ook niet zoveel uit dat je een beetje accent heeft. Iedereen heeft daar een accent. Ja, precies. In Iran. Dus dan, wat je krijgt is dat. En dat is waarheid ook. Dat is gewoon volle waarheid. Kijk, ik was heel erg boos. Ja. Toen Khamenei op 9 of 10 oktober was. Ineens had hij een toespraak gehouden voor de missiongarde, soldaten. En dan zegt hij, ik kus schouders en voorhoofden, armen en voorhoofden van strijders van Hamas die op 7 oktober die operatie hebben gevoerd. Ik vond me diep beledigd vanwege de taal. Want hij sprak in dezelfde taal waarin ik opgegroeid ben, namelijk Persisch. En die gaat tussen voorhoofden en armen van mensen en van mannen die vrouwen hebben verkracht, die hebben vrouwen verminkt, die hebben kinderen gedood, die hebben arme mensen ontvoerd, die niet strijders zijn, die waren voornamelijk geen militairen. En dacht ik, dit is verkrachting van de Persische taal, bijna, wat hij doet. Ja, ja. Dit is ongekend, we hebben nooit in de geschiedenis gehad. Kijk, soms van horen zeggen hoor je wat er gebeurd is in de wereld. Deze keer zagen wij. En die beelden waren niet door Israëliërs gestuurd op 7 oktober. Die waren allemaal Hamas-beelden. Die constant media bereikten. Het waren beelden die Hamas zelf maakte. Op 7 oktober, alle beelden die wij hebben, van Gazastrook, van aanval, dat zijn allemaal op 7 oktober waren van Hamas zelf. We zagen gewoon dat meisje dat ze gestuurd hebben, achter een motor meenemen. Dat waren allemaal beelden van Hamas. Zij kon zien wat Hamas heeft gedaan. Ook op 7 oktober kon je zien wat er gebeurd is. Ja. We zagen op 7 oktober hoe die Duitse lijk van, nu met wijsheid van nu weten we dat het dood was, in de auto lag, in een pick-up auto lag. En werd bespuugd door Hamas' strijden. Ja, dat zijn vreselijke beelden. En dat is verkrachting van de taal. Kijk, deze keer kun je niet zeggen, misschien gewoon de leider wist het niet. Nee, die wist het ook. Hij zag dezelfde beelden als ik zag op die dag. Die via Al Jazeera werden uitgezonden van Hamas. Die constant Hamas op 7 oktober die beelden stuurde. En dat is verkrachting van de taal. Dat is echt een hele ernstige kwestie, vind ik, voor de Persen. En dat heb ik aan de orde gezet. Dat voelde ik ook bij heel veel andere Iraniërs in en buiten Iran. Kijk, zelfs als je een volk steunt, prima, heb je misschien etnische verwantenschap of ideologische. Maar dit kun je nooit en ten nimmer steunen. Deze strijd van Hamas kun je nooit steunen. En als je dat doet, ben je medeplichtig op zijn minst aan het financieren, trainen en retorische steunen van deze mensen. Ja. Dat is ongeveer stand van zaken, maar het allemaal is nog niet 100% geruststellend. Nogmaals, morgen kan een of andere Ayatollah beslissen intern dat Hezbollah toch moet betrokken worden. En dan weet ik niet wat de consequenties zouden zijn. Ja, maar als ze blijven rationeel handelen zoals ze het tot nu toe hebben gedaan, nee, daar komt geen grote regionale oorlog. Maar Israël in ieder geval niet een oorlog waar Iran zou betrokken zijn. Nee, maar Israël houdt daar wel rekening mee, want de 100.000 terecht mensen die geëvacueerd zijn uit Noord-Israël, ja, die kunnen nog niet terug. Die willen graag terug, maar ze mogen niet terug. Ja. Nee, Israël heeft terecht, gaat mee rekening houden, want, nogmaals, we hebben hier niet met beschaafde staten te maken. Nee. We hebben met iemand te maken als Khamenei. Ja. Die zijn eigen
Dochters van zijn land gaat hij allemaal blind maken. Vorig jaar tijdens demonstraties met die speciale kogels afschieten op hun ogen. Ja. We hebben met een regime te maken. Wat Hamas heeft gedaan, doet gewoon al 40 jaar in de gevangenissen van Iran. Vrouwen verkrachten, vernederen, hostage diplomatie noemt het men, gijzel diplomatie, andere volkeren gijzelen in feite, toeristen en anderen, om te dwingen Westen om aan bepaalde eisen van Iran te voldoen. Dat is wat Hamas doet, dus gewoon wat officiële beleid is 44 jaar. Ja, zou ik een militair zijn in Israël, dan zou ik zeggen, wacht. Wij hebben hier met een zeer, zeer ongeciviliseerd, barbaarse vijand te maken. Het is geen Egypte of weet ik wel, Saudi-Arabië. Dat zijn geen mannen op wiens woord kun je vertrouwen. Dus wij even wachten, even kijken welke kant op gaat. Ja, het kan nog andere kant op gaan, heb ik gezegd. Ja. En dan kun je niet het leven van 100.000 mensen riskeren aan de grens. Nee. Nee, want gisteren is naar buiten gekomen de eerste 1500 verklaringen van getuigen op wat er op 7 oktober gebeurd is. Ik heb dat ook weliswaar in het Engels, maar op social media gezet. En daar staat de meest verschrikkelijke details in die ik niet eens eigenlijk uit mijn mond krijg, bij wijze van spreken. Dat is echt het ergste wat je mensen kan aandoen. Hoe mensen verminkt zijn terwijl ze al dood waren. Ja. En ja, dat dan zeg ik, dat zijn geen mensen, dat zijn barbare beesten die dat andere mensen hebben aangedaan. Dat is niet te geloven. Ja. Het is echt verschrikkelijk. Dat is niet te geloven, nee. Ja. Wat ook ja. opvalt, wij... kijk, dat Hezbollah 140.000 raketten heeft, dat was bekend. Maar dat Gaza, dat Hamas op dit moment nog steeds in staat is raketten richting Tel Aviv en verder af te schieten, ik denk dat dat de IDF verbaast. Ik denk dat vele zaken heeft de IDF erbij. Maar goed, dat is iets wat het parlement van Israël Dat komt later. Waar die verbazing van, nou, waarom hebben ze het niet gezien? Maar ja, kijk, weet je wat het is? Ooit had volgens mij Ehud Barak gezegd, toen hij premier was. Iemand loopt als een terrorist, iemand praat als een terrorist. Ja, misschien is die wellicht een terrorist. Nou, dat geldt voor iemand ook. Iemand zegt, ik ga je vernietigen. Iemand zegt, ik ga ze bewapenen. Iemand constant zegt, ze hebben mooie wapens, ze hebben dit en dat. En jij wil het niet geloven. Kijk, niet vergeten, die journalisten die naar zo'n strook zijn. Ja. Ik heb een paar opgezocht. Een paar van hen zijn gewoon zogenaamde journalisten van die milities van Irak, zoals Qatar en Hezbollah. Die zijn gewoon een wedstrijdstrook. Ja. Kijk, als je een enorme infrastructuur opzet onder zogenaamd pers, nou, dan kun je al die deskundigen van de Revolutionaire Garde daar eens sturen, voor mee, via Egyptische grens, als journalist. Ja. En die zijn daar. En de Revolutionaire Garde, naar alle waarschijnlijkheid, zoals zij zelf altijd hebben gezegd dat we daar zijn in wedstrijdstrook, fysiek zijn we aanwezig. Ze willen ook van die officieren waarschijnlijk daar zijn. Technici die ze hebben hen geleerd. Hoe ze moeten de dingen bouwen. Bepaalde dingen zijn gesmokkeld. Bepaalde dingen zijn op... is gebaseerd op kennis en kunde en trainingen die ze hebben gehad. Dat moet allemaal later nog uitgelegd worden door Israëliërs zelf. Hoe die Hamas-lieden die dit soort dingen maakten in buitenland getraind zijn. Of in Gaza-strook. En hoe Iran deskundigen heeft gestuurd om hen te trainen. Ja. Kijk, dit zijn niet de dingen, laten we heel eerlijk zijn, dat je zelf kunt als arme snoeber zelf bedenken. Dat is onmogelijk. En als je kijkt ook naar hun propagandafilms van voor de 7 oktober. Dat dit een goed geoliede machine is dat inlichtingen tak heeft voor bijvoorbeeld aanvallen op Israël. Wij weten al 10 jaar, hè, het is een soort cyberoorlog gaande tussen Israël en Iran. En regelmatig Iran claimt dat de een of andere aanval heeft uitgevoerd op watervoorziening of andere zaken. Soms zijn ze ook waar, Israël ook erkent. Soms misschien zijn ze niet waar of Israël wil niet herkennen. Omgekeerd ook. En natuurlijk hebben ze ontzettend veel informatie verzameld over alle esthetiërs en dorpen van Israël. En ze hebben de meest... Dat heeft alleen al Iran gedaan. Ze hebben de meest moderne wapens. Een paar weken geleden zijn toch... was precies een paar weken voor 7 oktober. Een paar Israëlische burgers. Eentje was alleen van Arabische afkomst. De rest waren allemaal gewoon Joden. Ja. Die veroordeeld zijn door rechtbanken voor espionage voor Iran.
Ja, klopt. En dan heb ik het niet over Gaza-strook of weet ik wel andere gebieden. Nee, gewoon in Israël. In Israël, ja. Dus het is een enorme inspanning heeft Iran gepleegd om heel precies te weten waar ze zijn. Bijvoorbeeld volgens mij een schoonmaker was in het presidentiële, volgens mij, verblijf of verblijf van premier, officieel verblijf van premier, die gaf informatie aan Iran door. En die was dan van 2-3 jaar geleden, denk ik. Dit ook, ja, dat is inderdaad een paar jaar geleden geweest. En ook de laatste 2 jaar, al die Gazanen die in Israël werkten, in die kibbutzim, die constant kaarten maakten en informatie doorgaven aan Hamas. Als je dit allemaal bij elkaar neemt, ja. Als je dit, dus inrichting en inspanning van een machtige staat als Iran, plus, waarom machtig? Niet alleen technologisch zijn machtig, maar ze hebben ook heel veel vrienden in de wereld. Criminele organisaties ook. Ja. Ik vergeet het, Iran heeft nauwe banden met georganiseerde misdaad. En die zijn ook Mexicaanse in Europa? Kartels. Die zijn ook in Europa? Ja, Mexicaanse kartels, Kenyan kartel, Ierse kartel. Ja, al die enorme dus netwerk die ze hebben met georganiseerde misdaad, met proxies en hun eigen technologische ontwikkelingen. Ja, maakt het mogelijk dat je veel informaties kan verzamelen. En het effect daarvan op Hamas, hoe Hamas perfect wordt georganiseerd. Want Hamas heeft niet een grote, machtige staat die ze hen willen militair en inlichtingmatig helpen. Laten we eerlijk zijn, Qatar geeft alleen een beetje geld aan hen. En mogen ze kantoor hebben, maar Qatar geeft niet echt technische ondersteuning aan. Nee. Afgezien van wat Qatar kan helemaal niet geven. Het is een achterlijke land, joh. Kijk niet naar gebouwen daar. Maar voor de rest verkopen ze alleen maar olie en gas. Dat land bestaat omdat de Westen beschermt de koning en dat eilandje. Verder is er niks bijzonders. Nee. Dus je hebt echt een land nodig met inlichtingen en infrastructuur, met technologische infrastructuur, niet alleen dus met geld, maar met heel veel infrastructuur. Dat is geen Qatar, dat is geen Bahrein, dat is geen Dubai, dat is geen Saudi-Arabië, dat is echt Iran. Ja, ja. En het zat Iran natuurlijk, dwars dat Saudi-Arabië en Israël toenadering met elkaar zochten. En ja, hele 7 oktober tot de dag van vandaag gaan we ervan uit dat verschillende doelen zaten achter 7 oktober. Het meest idealistische doel van de tegenstander was, dit wordt de regionale oorlog en daardoor moslim moeten kiezen tussen vernietigen van Israël of laten voortbestaan van Israël. Ja. Er zou een soort eindestrijd zijn, dat was het idealistische doel. Maar het meest pragmatische doel dat ze op dat moment hadden was verstoren van Abraham-akkoorden. Kijk, in december zou een verklaring komen, dus deze maand zou een verklaring komen tussen, van Saudi-Arabië en Israël. Over onderhandelingen en gesprekken. En het zou dan begin van 2024 dan verdere stappen gezet worden voor normalisering. Ja, daar is nog sprake van. Er is nog sprake van. Ja, zeker. Ja. Zeker, er is nog steeds sprake van. Het is alleen maar opgeschort voor mij, maar niet helemaal in de ijs gezet. Dat is niet zo. En onderdeel daarvan, en dat is interessant, dat is misschien het meest pijnlijke, dat westerse media geen aandacht aan besteden. Een belangrijke onderdeel wat Ben Salman heeft uitonderhandeld met Netanyahu en zijn mensen, is de oprichting van een Palestijnse staat. Ja. Dus het is helemaal niet zo dat in Tel Aviv men denkt, weet je, die Palestijnen kunnen allemaal doodgaan en krijgen ze geen staat. Nee, een groot deel van de Israëlse bevolking wil een normale Palestijnse zelfbestuur. Ja. Of een staat. Wat je een autonome staat. Maar dat willen... Een autonome staat. Ja, zeker. Ja. Zeker. Het is... Het probleem is, niemand wil tot nu toe een Palestijnse staat claimen. Een vlag hijsen ze zeggen, ik ben Palestijnse staat. Waarom willen ze niet claimen? Want als zodra je dat claimt, moet je ook aan allerlei internationale vereisten voldoen. Dus je kunt niet meer terroristen toelaten en andere types. Daarom was het omgekeerde doel. Eerst moet Israël weg, dan hebben wij een staat. Nou, dat kan niet. Dat geldt natuurlijk niet voor PLO. PLO heeft altijd sinds Oslo-akkoorden erna gestreefd om twee statenoplossing, in ieder geval voor zover zij denken dat het mogelijk is, mogelijk maken. Israël ook. En ik denk, dus dat was ergens de nachtmerrie voor Teheran. Dus de bakermat van de islam, dat is niet Iran. Hoe Iran zichzelf heel belangrijk vindt, maar dat is niet de bakermat van de islam.
Dat is Saudi-Arabië. Dat is Mekka en Medina. Ja. Dus Mekka en Medina zouden een Joodse staat erkennen. Wauw. Dat is de grootste gebeurtenis na de geboorte van profeet Mohammed, denk ik. Ja, ja. En dat is de eerste stap naar daadwerkelijke vrede. Naar een beleid waarbij je gaat om het leven van mensen geven. Ja, precies. En niet op allerlei fantasieën, religieuze fantasieën. Dus zit het, dus zit het pijnlijk, Iran. De pijnlijkste waarheid is niemand geeft om die arme Palestijnen. Nee. Niemand. Nee. Maar dan nog zit Tehran, het, dan zit het nog Hamas. Dan zit het Iran dus dwars dat de Emiraten en Saudi-Arabië, hoe die reageren op deze oorlog. Zeker. Zelfs toen Reisi bij de conferentie van Islamische landen was. En dat is echt een lachwekkende fenomeen geworden, nu ook in Iran. En voor de dissidenten maak ik graag gebruik van. Ja, die zei eerst dat het van de rivier te zien, Palestina wil be free. Zo is in het in zijn taal heeft het gezegd. Maar in de slotverklaring staat twee staten oplossing voor Palestina. Ja, precies. En Israël. Ja. En wat gebeurde? Iran eerst propageerde in Tehran radio en televisie verklaring van Islamische staten enzovoort, Islamische landen. Maar heel snel, dan begonnen dissidenten te zeggen, oké, dus jullie erkennen dat een tweede staten mogelijk is. Nou, waarom betaal je dan aan die Hamas, Hezbollah en anderen? Stop ermee, ga rechtstreeks met Israël praten. Ja. En dat was zo grappig, want ze moesten haast maken om helder te maken. Nee, we hebben niks kunnen tekenen. De president heeft alleen een toespraak gehouden. Zo. Het werd alleen maar moeilijker. Wordt alleen maar moeilijker voor ze. Ja, ook gezien propaganda werd moeilijker. Ja, ja. Kijk, er zijn leuzen dat ze heel erg een taart in Tehran. Al sinds 2009. In 2009... op een gegeven moment demonstranten, toen was een andere golf van demonstraties. Het heette Groene Beweging tegen de uitslag van verkiezingen in 2009. Wat het echt gestolen werd van de bevolking. Eén keer hadden ze niet opgelet en konden ze niet goed managen de uitslag. En liep het uit de hand. En nu kunnen ze het heel goed managen overigens. Toen één keer hebben ze fout gemaakt. Eén keer onoplettend waren zij in 2009. Dan Hossein Mousavi zou president worden. En die vent ervaarde niet dat het zo gebeurde. En dus demonstraties en heel veel doden en gewonden zijn gevallen. Dat is verschrikkelijk, 6-7 maanden. Nou, in die tijd, de demonstranten hadden een hele mooie leuze ontwikkeld. En Khamenei heeft op die leuze gereageerd en alle andere belangrijke mannen van het regime. De demonstranten zeiden, Nagase, Nalobnan, Janan, Gadoye, Iran. Niet voor Gaza, niet voor Libanon. Ik offer mijn leven alleen voor Iran. En dit was zo pijnlijk voor hem. Ja. Khamenei noemde een perverse leuze. En die Soleimani was boos. Hoe durven die contra-revolutionaire, zoals zij noemen, demonstranten, zulke zionistische gedachten over te nemen? Terwijl het is het meest menslievende gedachte. Ja. Ze zeggen, en de staat is in de eerste plaats de eigen bevolking zorgen. Je moet niet constant zitten andere mensen opzetten om aanzetten tot oorlog en geweld. En zorg voor je eigen bevolking in de eerste plaats. Ja. En probeer maar vreedzaam met anderen dialoog voeren en meningsverschillen oplossen of conflicten oplossen. Dat is wat in die leuze besloten ligt. En nog steeds, ook toen 7 oktober begon op de muren schrijven hier en daar, zag ik in Tehran die leuze. En dat is echt heel beledigend voor hem. Nou heb ik nog één laatste vraag. Want u maakte veel duidelijk in het afgelopen half uur. Maar ik heb één laatste vraag. Die demonstraties in het Westen, laat ik zeggen de demonstraties in Nederland tegen Israël en voor Hamas. Worden die georganiseerd door Hamas of door Iran? Zit Iran hierachter om dit te organiseren of zie ik dat verkeerd? Je moet onderscheid maken tussen Nederland en andere landen. Per land is verschillend. Wij weten dat in Engeland heeft Iran een hele belangrijke rol gespeeld bij het organiseren van die demonstraties. We weten in Duitsland hebben ze gedaan. Ja. Niets voor niets. Een week geleden in Duitsland, een beroemde moskee in Hamburg, die eigenlijk rechtstreeks banden heeft met het regime
werd gewoon gesloten. Gewoon, mag niet meer open. Ja, mag geen gebed daar, niks. En in Engeland, in Frankrijk trad ook Macron keihard op. Dus het, we hebben wel duidelijke aanwijzingen in Duitsland en Engeland. Iran heeft een hele belangrijke rol gespeeld. Maar in Nederland denk ik niet. Die waren gewoon lokale, ja, salafisten, fundamentalisten. Maar vanwege die leus, misschien... vanwege die leus die opeens een hit werd in Nederland. From the river to the sea. Omdat ja, dat maar die leus wordt door velen gebruikt, hoor. Ik bedoel, als je goed gaat kijken, politieke partijen zoals DENK, hè, het eigenlijk een soort vertegenwoordiger van belangen van Turkije, denk ik, Erdogan, niet zozeer Turkije, in Nederland, moslimbroeders, die mensen in het parlement hebben geroepen. Ja. Die leus wordt al heel lang gebruikt, ook door lelieblanke Nederlander, die heel erg tegen Israël zijn, om niet te zeggen dat ze antisemiet zijn. Maar goed, daartussen zit ook een ras antisemieten, volgens mij. Die leus wordt ook daar gebruikt, zeker, regelmatig. Ja, ja. Dus je moet iets anders eigenlijk vragen. Waarom antisemitisme weer zo sterk toeneemt in Europa onder het mom van antisionisme. En dit is niet mijn uitvinding. Frans Timmermans, toen hij eurocommissaris was, was hij 10 jaar geleden, zei hij op televisie, ik kan niet aanvaarden dat het alleen maar kritiek is op Israël, wat velen onder het onder mom van antisionisme verspreiden, is niets anders dan antisemitisme. Daar had hij gelijk aan. Ja, dat is de waarheid. Daar had hij absoluut gelijk in. Dit is gewoon, heeft moed getoond om dit aan de orde te stellen. Het is gewoon toegenomen. Je hebt extreem rechts. Je hebt ook via moslimmigranten heel veel radicale moslims in Europa. Traditionele moslims, radicale moslims. En dan krijg je meer van die soort bewegingen in Europa. Ja. Ooit zei Frits Bolkestein 20 jaar geleden, toen een aantal jonge Nederlandse Marokkanen in Amsterdam gingen voetballen met die bloemen voor 4 mei herdenking. En zeiden, ja, ik heb altijd gezegd, migratie onder controle krijgen, beperken, hè? Migratie beperken. Kijk, als je niet beperkt, dat zijn consequenties die je nu mee wordt geconfronteerd. Ja, dat precies, is ook zo. Precies. Ja, u heeft enorm veel duidelijk gemaakt, denk ik, voor de luisteraars. Hoop ik. Ja, absoluut. Ik hoop het. Nee, absoluut. Ook voor mij zijn er dingen naar voren gekomen die ik eigenlijk niet wist. En ik ben alleen maar blij dat u die uitleg heeft willen geven. En ik denk de luisteraars ook. Ik wil graag een volgende keer met u verder praten hierover. Dat zullen we doen. Okay. Maar in de hoop dat in de komende weken minder Palestijnse burgers, minder Israëlische soldaten en burgers om het leven komen. Ja, dat hoop ik ook. En beide kanten. En ja, het is onontkombaar voor Israël welke staat moest hij doen. Namelijk Hamas totaal ontmantelen. Maar Israël heeft nooit gezegd, daarbij moeten miljoenen mensen omkomen. Nee. Of duizenden mensen omkomen. Nee. Dat is nooit gezegd. Ze hebben hun best gedaan. Ik hoop dat ze nog meer plannen gaan ontwikkelen voor bescherming van burgerbevolking. Hoe moeilijk het ook is, hoor. Ik Jawel. Weet hoe moeilijk het ook is. Jawel. Maar toch, dit moet het streven zijn. En in de hoop dat voor de kerst is dit ellende afgelopen, Hamas ontmanteld is en humanitaire hulp kan gaan naar de ook gewone bevolking ja, in Palestijnse gebieden en Israëliërs kunnen naar hun huizen terug. Precies, weer, dan kunnen we allemaal normale weer, toestand begin. Dan kunnen we weer normaal leven. Ja, dat hoop ik van harte voor beide mensen. Ja, voor iedereen. Voor iedereen. Ik bedoel, voor iedereen. Zowel voor iedereen. Israëliërs ja. als Gazanen. Want ook daar zitten onschuldigen. Laten we hopen dat het spoedig tot een eind komt. En dat we van die raketbeschietingen af zijn. En dat iedereen weer op een normale wijze zijn leven kan voortzetten. Ik wil u hartelijk danken voor deze uitleg. Ik wil u bedanken voor deze uitnodiging. En tot de volgende keer. Dan. Absoluut, tot de volgende keer. En nog een hele fijne zondag. Zelfs, dag. Oké, tot ziens. Dag. 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 Ja, dat was denk ik een duidelijke uitleg voor iedereen. Ik denk dat ik hier verder niets aan toe te voegen heb. Dan zeg ik zoals gebruikelijk, ik ben er morgen weer.
En dan zeg ik tot ziens, tot morgen.